Als de deurwaarder kwam, dan moest ik van mijn moeder vragen of die kon helpen om de slakken uit de kachel te halen. Als hij maar niet over de rekeningen begint. Nooit nieuwe kleren, geld moeten vragen aan familie. De onzekerheid van armoede maakt op een kind een enorme indruk. Het ondermijnt ook het zelfvertrouwen. En die angst voor armoede die gaat in je lijf zitten. En die kan altijd opeens weer terugkeren. Ik merkte het aan mijn moeder na de dood van mijn vader in 2018. Opeens was de angst uit haar jeugd helemaal terug. Er was geen vast inkomen, er was geen zekerheid. Corona heeft de kwetsbaarheden in onze samenleving genadeloos blootgelegd. In één klap zaten honderdduizenden mensen zonder werk en zonder inkomen. Die angst van mijn moeder werd voor heel veel mensen opeens realiteit. Maar de problemen zijn natuurlijk niet nieuw. De verdeeldheid, de ongelijkheid, ze waren er al. Als je op een wachtlijst staat voor een betaalbare woning, dan weet je het. Als je kind niet mee kan op school, dan weet je het. Als je maar moet afwachten of er weer een nieuw tijdelijk contract komt of niet, dan weet je het. Dan weet je dat terug naar het oude normaal helemaal niet zo'n fijn vooruitzicht is. Wij moeten een nieuwe balans gaan vinden. Een andere verhouding tussen individu en gemeenschap. Tussen markt en overheid. Een nieuwe verzorgingsstaat. Waar de zekerheid van het bestaan mensen weer in staat stelt te dromen. Want we moeten niet terug naar dat oude normaal, maar naar een beter normaal. Bestaanszekerheid, een nieuwe economie die werkt voor mensen en een krachtige verzorgingsstaat. Samen vormen ze een hoopvolle agenda voor een heel ander, beter, eerlijker en fatsoenlijker Nederland. De Partij van de Arbeid kan de komende jaren weer richting geven aan de ontwikkeling van ons land. Maar daarvoor zullen we de doemdenkers moeten bewijzen dat verandering kan. We moeten zelf laten zien dat het anders kan en beter. Om de zekerheid van het bestaan. In een gemeenschap van vrije mensen. Zodat we allemaal vooruit komen. Met een politiek die idealen laat doorklinken in het alledaagse leven. En een Partij van de Arbeid die met trots haar ideologische veren gebruikt om mensen te laten vliegen. Dank u wel.